Vandaag bij ons hebben we Jan-Willem Lust. Die is Head of Legal bij De Juristen, een juridisch kantoor uit Gent. En hij gaat ons alles vertellen over intellectuele eigendom. Klopt. Goed. Ik werk dus voor De Juristen Gent. Een juridisch kantoor in zaken IP, IT en ondernemingsrecht. Het belangrijkste is vandaag dat we intellectueel eigendom bespreken. Auteursrecht, merkenrecht, vooral een klein stukje tekeningen en modellenrecht en octrooien. Dan het belang van algemene voorwaarden voor freelancers. Een stukje fiscaliteit, namelijk over de overdracht van auteursrechten en het fiscaal voordeel daarvan. En dan nog een stuk over de veelgevreesde GDPR. Oké, dus intellectuele eigendom, om mee te beginnen, wat is dat nu eigenlijk precies? Intellectueel eigendom is eigenlijk een koepelnaam voor elke creatie van de geest die veruitwendigd wordt en die dan bescherming geniet en die de eigendom kan zijn van iemand. Dus een veruitwendiging betekent dat het niet louter een idee is, een concept, een bepaalde strategie of techniek, maar een effectieve veruitwendiging. Dan heb je verschillende mogelijkheden om te gaan beschermen, bijvoorbeeld het auteursrecht, het merkenrecht. Stel dat je een logo hebt ontwikkeld, is dat een veruitwendiging van een idee en dat kan dan wel bescherming genieten. Dus intellectueel eigendom aan zich. Auteursrecht is daar eigenlijk de eerste vorm van, de grootste vorm ook. Dat wordt gezien als een vangnet van IP. Ja, ook een heel belangrijke vorm voor veel van onze freelancers. Ja, enorm. Ja. Waarom is dat een vangnet? Wel, je verkrijgt het eigenlijk automatisch. Hè. Er is geen registratie vereist, er zijn geen formaliteiten. En het is ook universeel. Dus in principe krijg je auteursrecht ook wereldwijd. Stel dat ik nu op dit moment een gedicht zou schrijven, betekent dat het universeel, wereldwijd van mij is. En dat ik daar in principe geen formaliteiten voor moet voldoen om die bescherming te kunnen krijgen. Nu, dat heeft natuurlijk wel bepaalde problemen wat dat bewijswaarde betreft. Want hoe ga ik bewijzen dat ik de eerste was die in dat voorbeeld dat gedicht heeft geschreven? Ja. Er zijn wel bepaalde technieken om dat te gaan beschermen. Bijvoorbeeld een iDepot bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom kun je een vaste datum krijgen voor uw werk. En op die manier kun je gaan bewijzen dat ik was de eerste die op een bepaald moment een bepaalde creatie heeft gemaakt. Wordt bijvoorbeeld heel veel gebruikt in de literatuur om een bepaald hoofdstuk van een boek onmiddellijk te gaan deponeren en op die manier een vaste datum te gaan krijgen. We krijgen ook de vraag of het ook rechtsgeldig is om bijvoorbeeld je idee of je creatie in een envelop te stoppen en die naar jezelf te sturen, aangetekend, en die gesloten te bewaren. Ja, dat is in principe hetzelfde systeem. Dus je krijgt ook een vaste datum, zogezegd. En de bewijswaarde is dan dat je kunt aantonen op die datum is hetgeen die in de envelop zit, door mij beschermd. Het grote probleem daarbij is dat je eigenlijk zoveel aangetekende zending naar jezelf moet sturen als dat je denkt dat er inbreuken gaan zijn. Het voordeel van een iDepot is dat dat constant raadpleegbaar is. Dus je hoeft dat eigenlijk. Allez, het is niet omdat je één keer raadpleegt dat je daarom die bewijswaarde van die datum verliest. Als je de envelop, een envelop opendoet, natuurlijk wel. Dus ofwel kies je ervoor om een beperkte kost te betalen voor een iDepot, ofwel kies je ervoor om 100 aangetekende zendingen naar jezelf te versturen. Ja, oké, dan is een iDepot handiger. Ja, inderdaad. En timestamping, want daar heb ik ook al over gehoord. Ja, timestamping, daar heb ik ook over nagedacht. En in principe werkt dat volgens hetzelfde systeem als een iDepot. Dus in principe krijg je ook een elektronische datum en handtekening, waardoor dat je in principe kunt gaan bewijzen. Het enige probleem dat ik daarbij zou kunnen bedenken is dat als dat lokaal wordt opgeslaan, dat je het eventueel kunt verliezen, terwijl bij BOIP wordt dat daar bewaard. Ja. Goed, en hoe lang is zo'n auteursrecht geldig als ik vandaag iets creëer? Wel, het auteursrecht loopt eigenlijk tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Dat is gigantisch lang en dat is voor elk werk die dus auteursrechtelijk beschermd kan worden, wat dat heel veel is. Hè. En nadien wordt het eigenlijk deel van het publiek domein. Hè. Er zijn een aantal bekende voorbeelden tegenwoordig over
auteursrechtelijk beschermde werken die in het publiek domein zijn gekomen. Mickey Mouse is er onder andere één van. Mm-hmm. Vandaar dat je tegenwoordig ook heel veel t-shirts gaat zien met afbeeldingen van Mickey Mouse op. Omdat dat niet langer afgedwongen kan worden. Het mag nu, inderdaad. En dan zijn er ook nog een aantal andere voorbeelden. Denk over zaken die gedurende de jaren 40 geschreven zijn. Het dagboek van Anne Frank, Mein Kampf, zijn allemaal publiek domein. Dus die mogen gewoon gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur. Misschien nog heel kort even op het vorige terug te komen. Giovanni Bouwens die vraagt hier, als ik iets online post, mijn creatie, geldt die datum dan ook? Is dat rechtsgeldig? Dat is in principe, als je dat kunt retracen, naar welk moment dat je dat hebt geüpload, dan kun je in principe zeggen dat dat een vaste datum is. Maar het is natuurlijk wel beter om gewoon ofwel een ID-bot te doen, ofwel via timestamping te werken. Hoe meer kracht dat je je werk kunt bijzetten, wat bewijswaarde betreft, mm-hmm. hoe beter natuurlijk. Ja. Ik zeg het, auteursrecht is heel moeilijk om af te dwingen, vooral met betrekking tot bewijswaarde van wanneer dat het gecreëerd is geweest. Dus hoe meer technieken dat je toepast, hoe beter. Hoe beter. Nu, freelancers die creëren vaak iets in opdracht van iemand anders. Dan is de vraag dikwijls, van wie zijn de rechten dan? Ja, het principe is heel eenvoudig. Hè. In het auteursrecht wordt er gezegd dat de auteur, dus degene die het werk maakt, altijd de rechten heeft. Hè. Dus als een freelancer iets maakt, dan stel dat hij iets schrijft, dan blijft hij die auteursrechten behouden, blijft hij alle economische rechten, alle vermogensrechten en vooral alle morele rechten behouden. Hè. Dus degene die het krijgt, de opdrachtgever, heeft dan een gebruiksrecht, een licentie daarop. Mag bijvoorbeeld de reproductie maken, als dat over een artikel gaat, mag dat in zijn krant zetten of in zijn tijdschrift. Maar dat wil daarom niet zeggen dat de freelancer, de journalist in kwestie, zijn intellectueel eigendomsrecht daarop verliest. En, als werknemer is dat exact hetzelfde. Stel dat ik een juridische tekst schrijf voor de juristen, dan is dat eigenlijk van mij en niet van de juristen. Tenzij dat er in mijn arbeidsovereenkomst staat dat er een overdracht is. En zo is er één uitzondering op gans dat principe, waarbij dat er in een werknemer-werkgeverrelatie een automatische overdracht is. En dat is in zaken software. Dus als er code geschreven wordt door een developer in een arbeidsrelatie, werkgever-werknemer, dan is er een automatische overdracht van die broncode naar de werkgever. En ook als een freelancer? Nee, als een freelancer software schrijft, dan zit je in principe niet in een werkgever-werknemer relatie, maar zit je in een onafhankelijke relatie, want de freelancer is uiteraard geen loutere werknemer in ondergeschiktheid. Dus een overdracht is mogelijk en is vaak ook handig en wordt ook vaak gevraagd door een opdrachtgever. Dus als een opdrachtgever in het geval van freelancers die het effectieve intellectueel eigendomsrecht daarop wilt, het auteursrecht daarop wilt, louter de vermogensrechten, want morele rechten kun je niet overdragen, dan moet dat ook expliciet in een contract staan, in een overdrachtscontract. Ook daar, want software is altijd een raar verhaal, is dan niet altijd heel uitdrukkelijk mogelijk. Stel dat je software ontwikkelt, je maakt gebruik van open source, kun je dat niet altijd gaan overdragen zoals dat je zou willen. Dus enkel en alleen hetgeen die gebouwd is op de open source die overgedragen kan worden, want het principe bij open source is dat je niet meer rechten kunt overdragen dan origineel bedoeld was. Dat is dan via een open source licentie. En ook de morele rechten, zoals ik daarnet zei, kun je niet overdragen. Dus je kunt je recht op vaderschap op een bepaald ontwikkeld werk ook niet gaan overdragen. Je kunt je divulgatierecht, bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor de eerste keer iets publiek te maken, kun je ook niet gaan overdragen. Dus die morele rechten blijven altijd van u. Ja. Dus eigenlijk als er iemand een werk van een freelancer daar iets totaal anders mee gaat doen, dan kan die freelancer altijd zeggen, daar ben ik niet mee akkoord. Ja, in principe wel. En dat is een van de morele rechten. Dat is het recht op integriteit. Stel dat je een bepaald werk hebt ontwikkeld met een bepaald specifiek doel voor ogen, dan kun je altijd gaan optreden tegen het feit dat het gebruikt wordt op een manier die anders is dan dat je zelf
Bedoel, dat stel dat je een bepaald kunstwerk maakt, een schilderij bijvoorbeeld, en dat wordt op een affiche gebruikt van, ik zeg nu maar iets, het Vlaams Belang bijvoorbeeld, en je zit helemaal niet akkoord met die mensen hun principes, kun je perfect zeggen van kijk, sorry, maar dit wil ik niet. Ja, hier is ook nog een interessante vraag van Christine Bogaerts. Als zij een videofilmpje maakt en zij koopt muziekrechten daarvoor aan, gaan die dan over naar de klant automatisch? Als die voor het filmpje betaalt, die muziekrechten, of blijven die bij haar? Ja, muziekrechten zijn in principe altijd een licentie. Ja. Ja, dus je gaat nooit door de rechten te kopen op een bepaald stuk een effectieve overdracht krijgen. Je moet het zo zien, een overdracht is in principe een koopverkoop. Dus als je een overdracht laat doen, dan wordt het eigenlijk volledig uw eigendom. Is het een licentie, dan krijg je daar een gebruiksrecht op. En dat kun je zien als huur. Dus in principe, als je rechten koopt op muziek, gaat die gaan huren. Mogen die gebruiken, dan mogen die eventueel ook nog verder een licentie gaan geven aan iemand anders. Mm-hmm. Maar dat erom niet zeggen dat die mensen effectief de rechten daarop krijgen. Ik denk dat er heel veel muzikanten daar ook niet mee akkoord zouden zijn als dat nee, zo zou werken. Inderdaad. Goed. Inderdaad. Dan is er ook nog een tweede belangrijke groep van IP die we zouden bespreken vandaag, en dat is het merkenrecht. Mm-hmm. Nu, merkenrecht is de bescherming van elke naam, handelsnaam, een productnaam, dat kan van alles zijn, een logo of een combinatie van de twee. Dat wordt dan een gecombineerd merk of een complex merk genoemd. Mm-hmm. Een goed voorbeeld daarvan is Puma, die een heel specifieke font heeft voor de naam Puma, en dat is dan een gecombineerd merk. Ja. Een logo is een louter logo. En ja, een naam, een woordmerk, dat spreekt voor zich, denk ik. Ja. Dat zijn de meest voorkomende merken. Dus er zijn ook nog andere zaken dat je kunt beschermen als merk. Tegenwoordig geuren, kleuren, geluiden, zo goed als alles kan beschermd worden als merk. Ah, okay. En dat is omwille van het feit dat er, allee, er zijn bepaalde voorwaarden om een merk te kunnen verkrijgen. En het moet een teken zijn, het moet onderscheidend vermogen hebben, toelaatbaar en beschikbaar zijn, en het moet grafisch voorstelbaar zijn. Dat was vroeger de regel. Nu is dat recentelijk veranderd en die grafische voorstelbaarheid is eigenlijk afgeschaft. Dus dat betekent dat de deur werd opengezet voor geuren, geluiden, kleuren enzovoort. Ja. Nu, onderscheidend vermogen, toelaatbaar, beschikbaar, allemaal behoorlijk vage begrippen, denk ik, voor iemand die niet thuis is in het merkenrecht. Dus vandaar dat ik dat even ook nog graag toelicht, wat dat eigenlijk betekent. Omdat merkenrecht is voor veel mensen, allee, komt nogal voor de hand liggend over, maar is veel complexer dan dat je zou denken. Dus dat onderscheidend vermogen waar dat wij altijd over spreken, die in principe een van de belangrijkste voorwaarden is om tot een merk te komen, dat wil eigenlijk eenvoudig zeggen dat de herkomst duidelijk moet zijn. Dus je moet via de naam of via het logo een bepaald product, een bepaalde dienst van één onderneming kunnen onderscheiden van de andere. En als wij Coca-Cola zien, dan weten wij onmiddellijk van oké, dat is afkomstig van de Coca-Cola Company. Vandaar dat die herkomst zo belangrijk is. Hè. Dus, dus de oorsprong moet, allee, door een bepaald teken te zien, moet je de oorsprong van het product gemakkelijk kunnen herleiden. Belangrijk daarbij is dat geen generieke termen mogen zijn, dat geen beschrijvende termen mogen zijn, enzovoort. Als wij een aanvraag binnenkrijgen, dan gaan wij de eerste beoordeling dat we gaan doen is op beschrijvend karakter van een bepaald teken. Dus de juristen als juridisch kantoor, ja. Dat kan niet bijvoorbeeld, dat kan geen woordmerk. Wel, vreemd genoeg hebben wij wel bescherming gekregen, omdat we ervoor gekozen hebben om een gecombineerd merk te gaan doen. Dus wij hebben ook een heel specifiek logo, de Baardman. En wij hebben de juristen in combinatie daarmee gedeponeerd. En vreemd genoeg is dat toch tot een merk gekomen. Maar als wij, allee, stel dat ik voor een ander kantoor zou werken en ik zou die aanvraag binnenkrijgen, denk ik dat ik toch twee keer zou nadenken voordat ik overga tot een depot. Ja. Maar dat is wel een goed voorbeeld natuurlijk. Hè. Stel dat ik bijvoorbeeld een aanvraag binnenkrijg voor het Friethuisje. Dat zou wel niet kunnen, want dat is beschrijvend. Ja. Hè. Lekkere koffie bijvoorbeeld geeft een bepaalde vorm van kwaliteit weer. Dus beschrijvend karakter kan verschillende, allee, dekt verschillende lading. Dat kan over hoeveelheid gaan, kwaliteit, een duidelijke weergave van wat dat je effectief doet. En dat zijn zaken die niet mogen. Heel veel sanitaire bedrijven gebruiken ook Sani en dan een deel van hun familienaam. Maar dat kun je niet laten beschermen als merk, omdat iedereen weet dat Sani voor sanitair staat. En dat is beschrijvend voor de dienstverlening dat je doet.
Dus vandaar dat onderscheidend vermogen is de eerste stap en eigenlijk de belangrijkste om te gaan zien van kan een merk wel gedeponeerd worden. Bij een logo is dat natuurlijk veel gemakkelijker, omdat dat onderscheidend, het is vooral bij woordmerken dat onderscheidend karakter van belang is. Natuurlijk, als je in dezelfde logica van dat friethuisje, als je een puntzak met frieten wilt deponeren als merk, gaat dat uiteraard ook niet gaan. Nee. Dan het tweede is de toelaatbaarheid. Geen scheldwoorden, dat spreekt voor zich. Geen ontoelaatbare tekens, mag niet indruisen tegen de goede zeden. Het deponeren van... er is zo'n merk geweest, dat heette Fucking Freezing. Voor antivries, denk ik. Of dat was voor kledij, voor sneeuwsport. Dat is er niet doorgekomen, want alleen een scheldwoord werd gebruikt daarin. Als je een swastika wilt deponeren als logo, gaat dat uiteraard ook niet lukken. Dat is allemaal niet toelaatbaar. Hè. Ja. Dus dat is allemaal heel duidelijk in de wetgeving weergegeven welke tekens dat er niet mogen. Je mag bijvoorbeeld ook geen nationale vlag deponeren als logo. Ah, okay. Dat spreekt allemaal voor zich, denk ik dan wel. En het derde is dan... In principe de meest voor de hand liggende, de beschikbaarheid. Als er al een bepaald logo of een bepaalde merknaam bestaat, betekent dat je die ook niet gaat kunnen deponeren. Ja. Ja, als ik nu Coca-Cola zou willen deponeren als merk, denk ik dat dat weinig slaagkans heeft. Ja. Die beschikbaarheid is ook een belangrijk. Maar ik ga dat straks wel nog even nuanceren ook. De duurtijd van het merkenrecht is ook een speciaal eigenlijk. Het auteursrecht duurt heel lang, 70 jaar na het overlijden van de auteur. Het merkenrecht duurt eigenlijk nog langer. Er wordt gezegd, maar dat is ook zo, het merkenrecht duurt 10 jaar na de registratie. Maar dat is eeuwig hernieuwbaar. Dus in principe kun je een merk voor 500 jaar laten beschermen. Dat is eigenlijk de enige vorm van intellectueel eigendom die zo lang... Ja, klopt. Maar hij moet wel om de 10 jaar hernieuwd worden. Ja. En het is ook zo dat als je een bepaalde naam voor bepaalde goederen of diensten gedurende 5 jaar niet gebruikt, dat mensen kunnen een claim kunnen indienen om dat merk te laten intrekken. Dus je moet er wel gebruik van maken. Ja. Dat is wel belangrijk. Ik kreeg ook nog een vraag van Ine de Handschutter die zich afvraagt, stel dat ik Hippel de Pip heet, ik registreer dit en morgen begint er iemand met Studio Hippel de Pip. Is dat dan onderscheidend genoeg en mag die persoon verder werken? Goh, dat is genuanceerd. Eén, het is wel zo, als je een merkenrecht hebt, dan kun je optreden tegen iemand anders die eenzelfde naam gebruikt, maar dan op voorwaarde dat in dezelfde goederen of diensten is. En daar kom ik straks op terug. Het is ook wel zo dat als het uw eigen naam is, dan mogen we dat sowieso gebruiken in de economische sfeer. Stel dat mijn familienaam Google zou zijn, dan mag ik zelf Google gebruiken. Omdat dat is eigenlijk een uitzondering op merkenrecht. Als het uw eigen familienaam is, dan mogen we die altijd gebruiken in de commerciële sfeer. Philips heeft daardoor al verschillende zaken verloren, omdat ze... Er heten vrij veel mensen Philips natuurlijk. Er heten vrij veel mensen Philips. Alleen, dat valt best wel mee, maar als ze dan toevallig actief zijn in de lichtindustrie of lekker, dan zit Philips in Nederland natuurlijk wel met een probleem. Dus als iemand exact hetzelfde als haar gaat doen onder de naam Studio Hippel de Pip, dan kan ze daar tegen optreden. Ja, want Studio ergens voorzetten is ook al wat moeilijker. Dat kan natuurlijk, maar het moet wel... Het bepaalt, stel dat we nu Studio Recht of zo zijn, dat is een heel saaie naam wel. maar dan geven we eigenlijk een indicatie van waar dat we mee bezig zijn. Ja. En als je actief zit in de cinematografische sector bijvoorbeeld en je gebruikt Studio, dan is dat ook alweer problematisch. Maar dat is allemaal een heel specifieke afweging, case by case, of dat je nu effectief onderscheidend vermogen hebt of niet. Ja. Als ze interesse heeft om Hippel de Piep te deponeren als merk, kom gerust een keer langs bij ons. Wat betekent dat merkenrecht eigenlijk? Dat is in principe het recht dat je krijgt, het exclusieve recht op een bepaalde naam of een bepaald logo, om op te treden tegen iedereen die een gelijk of een gelijkaardig teken, dus een naam, logo, gebruikt in de commerciële sfeer voor gelijke of gelijkaardige goederen en of diensten. En dat is een heel brede en lange zin.
Maar dat betekent eigenlijk heel eenvoudig dat stel dat er nu iemand, wij hebben het recht op de juristen, stel dat er iemand een juridisch kantoor zou starten en ze heten de jurist, dan zouden we daartegen kunnen optreden. Ja. Ja? Maar als iemand een bandencentrale start die de jurist heet... Voilà, dan is dat een compleet andere, compleet andere dienst, dus dan mogen ze dat wel doen. Het beste voorbeeld daarvan is eigenlijk Lotus. Lotus wordt gebruikt zowel voor auto's als voor koekjes, als recentelijk voor toiletpapier, maar ik denk dat die veranderd zijn van naam. Dus, ja, maar dan nog, auto's en koekjes liggen ver genoeg uit elkaar om ervoor te zorgen dat die herkomstfunctie, die zo belangrijk is, niet in het gedrang komt. Dus iedereen gaat Lotus zien op wagens en niet denken dat ze ook toevallig actief zijn in de koekjessector. Ja. Dus iemand die eigenlijk met een activiteit start en die een logo gaat of een merknaam gaat registreren, die moet eigenlijk goed nadenken wat dat die van activiteiten. Ja, absoluut, want die bescherming is gedurende 10 jaar en dan ook nog een keer hernieuwbaar. Maar het is niet mogelijk om gedurende de beschermingstijd van een merk plots een verandering te gaan toebrengen. Dus stel dat je plots een volledig nieuw gamma aan producten hebt en ze staan toevallig niet binnen die NIS-classificaties, noemen wij dat dan. Dan kun je niet gewoon zomaar een mail sturen naar bijvoorbeeld het BUIP of de EUIPO van ik heb toevallig nog een nieuwe lijn van producten, kun je dat er nog een keer bij zetten. Dat is gewoon om ervoor te zorgen dat je niet je concurrenten op die manier, ambeteert. Ja, door te zien van, maar zij hebben ook dat gedaan, dus ik ga daarop ook nog beschermen. Ja. Om ervoor te zorgen dat zij zeker onder die naam niks kunnen gaan doen. Dus dat is ergens logisch. Een bepaald woord kun je ook niet zomaar gaan aanpassen gedurende de duurtijd van de bescherming. Een logo kun je ook niet zomaar gaan aanpassen, maar in principe hoeft dat ook niet problematisch te zijn. Maar zoals ik zei, het is voor gelijke en gelijkaardige tekens. Ja. Dus als uw aanpassing in uw logo niet wezenlijk is, als dat niet een gigantisch groot verschil is, dan kunt u nog altijd optreden tegen zaken die er ergens op lijken. Oké. Dus als het de logo is, maar dan met een ring rond, voor de rest ziet er helemaal hetzelfde uit. Ja, dan kun je nog altijd, als het in de kernelementen van het logo er nog altijd te sterk op lijkt, kun je er nog altijd tegen optreden. Dat is wel waar. Ja. Nu, ook belangrijk, dus niet alleen de goederen en diensten, volgens die NIS-classificaties dat ik zei. Niet alleen dat is van belang, maar bijvoorbeeld ook het geografisch gebied waarin je de bescherming aanvraagt. Mm-hmm. Ik heb daarnet twee voorbeelden gegeven, BUIP en EUIPO. Dat zijn het Benelux-bureau voor intellectuele eigendom en het Europees bureau voor intellectuele eigendom. En daar kun je bescherming aanvragen voor Hans de Benelux. Dus België alleen gaat niet trouwens, Nederland alleen gaat ook niet. Wij zijn te klein, dus hebben we een uniform systeem. Dus als je bescherming aanvraagt binnen de Benelux, ik ga nu bij het voorbeeld van Lotus blijven. Hè. Mm-hmm. Stel, ik maak koekjes, ik deponeer de naam of ik registreer de naam Lotus voor de Benelux. En er begint iemand in Frankrijk ook met een koekjesfabriek die Lotus noemt, dan kan ik er eigenlijk niks tegen doen. Ah, oké. Dus dat is het principe, het geografische principe van merkenrecht. Nu, het is ook zo dat je op Europees niveau, daar is er ook een gecentraliseerd systeem. Dus daar kun je ook gewoon voor gans de Unie een bescherming aanvragen. En dat is aan een relatief laag tarief, want als je rekent, elke nationale registratie heeft een bepaalde kost. Als je die allemaal optelt, gaat het aan een 5-fout, een 6-fout, misschien zelfs een 7-fout zitten, van de kost van een volledig volledige Europese bescherming. En nu dat je het over de kosten hebt, vaak krijgen we ook die vraag van ik start pas als freelancer, ik heb daar nog geen budget voor het moment. Is het een probleem dat ze een merkregistratie later doen? In principe zeggen we altijd, wees daar snel mee. Hè. Merkenrecht is first come, first served. Als je te lang wacht, is er een risico dat er iemand een naam of een logo deponeert die net iets te veel lijkt op dat van nu, of die hetzelfde is. En dan kun je eigenlijk geen depot meer gaan doen of geen registratie meer gaan doen, want dan is het niet meer, zoals ik daarnet zei, beschikbaar. Ja. Maar ja, oké, dat is een bepaalde kost. Dat is soms een aanzienlijke kost. Zeker als je dan nog verder wilt gaan deponeren dan Europa. Mm-hmm. Maar het is wel voor 10 jaar. Dus in principe moet je daar wel rekening mee gaan houden. Mm. Het is veel geld in één keer, maar het geeft je wel gemoedsrust gedurende een hele decennium. Lange periode, ja. Ja.
Dus ja, volgens dat first come, first serve principe zou ik wel aanraden om zo snel mogelijk over te gaan tot een registratie van uw merk. Gewoon maar om zeker te zijn, om gerust te zijn, want het komt veel vaker voor dan dat je zou denken dat er iemand gewoon ziet van, ah, maar zij zijn bezig onder die naam, ik ga dat snel gaan deponeren als merk en dan eventueel ofwel zelf iets starten onder die naam, ofwel ja, gewoon het merk gaan verkopen. Dat gebeurt. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat is een registratie te kwader trouw, mm-hmm. maar als ze kunnen aantonen dat ze op een rechtmatige manier gebruik maken van dat merk, dan kunnen daar heel weinig tegen doen. Ja. Dus toch best zo snel mogelijk beschermen. Ja. Maar belangrijk is ook dat als je die bescherming aanvraagt, tegen wie dat je kunt optreden. Hè. Heel vaak is het zo dat mensen een bescherming aanvragen omdat ze zien van, ah, mijn concurrent gebruikt een naam die sterk lijkt op die van mij. Maar als je een registratie doet, kan je alleen maar optreden tegen merknaam of tegen handelsnaam die gebruikt worden later dan uw registratie. Ja. Dus als je uw concurrent wil dan beteren omwille van het feit dat hij een gelijkaardige naam gebruikt, is het merkenrecht een heel dure optie waar je eigenlijk bitter weinig mee bent. Dus als ze al een bepaalde tijd een bepaalde naam gebruiken, kun je daar via hun later merkenrecht niet tegen optreden. Wat je wel kunt doen, is als er iemand op een later moment dan uw registratie, of uw depot eigenlijk zelfs al, want uw rechten worden geactiveerd vanaf het depot, als er dan iemand op een later moment uw logo of uw naam gebruikt, dan kun je er wel tegen optreden. Ja. Net zoals dat bij het auteursrecht zo is, kun je merkenrecht ook in licentie gaan geven of gaan overdragen. Stel dat je bijvoorbeeld een bepaalde merknaam of een bepaald logo niet meer gebruikt, is het perfect mogelijk om te zeggen van oké, kijk, ik ga dat verkopen aan iemand anders. Dat kan in licentie geven, dat kan belangrijk zijn voor bepaalde franchises bijvoorbeeld. Ja. Maar opnieuw, net zoals bij het auteursrecht, zet dat in een contract. Want als die modaliteiten daarvan niet duidelijk zijn, ja, dan steekt u zelf gewoon in de problemen. Dan hebben we nog twee andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Dat is tekeningen- en modellenrecht en octrooirecht, wat dat door iedereen een patent wordt genoemd. Ja. Allee, patent wordt eigenlijk zelfs nog veel ruimer gebruikt. Patent staat heel vaak gelijk voor alles dat intellectueel eigendom is. Ja. Maar dat is iets die overgewaaid is vanuit de VS. Zoals zoveel dingen, dat copyright teken dat iedereen gebruikt, is ook overgewaaid vanuit de VS, heeft nul juridische betekenis. Ah, oké. Dus allee, we mogen ons ook niet te veel gaan spiegelen aan Amerikaan. Maar dat terzijde, tekening en modellenrecht is voor als je een bepaalde, ja, spreekt voor zich, een bepaalde tekening hebt gemaakt, 2D, of je hebt een 3D tekening gemaakt, een bepaald model, dan kun je dat ook gaan registreren, kun je dat laten beschermen, ook voor, en dat is voor 5 jaar, ook Benelux, Europa, al naar gelang welke geografische rijkwijde dat je wilt voor die bescherming. Maar dat is enkel en alleen voor het uiterlijk. Dus als je een bepaalde 3D-tekening hebt gemaakt voor iets die een bepaalde functionaliteit heeft, ga je eigenlijk heel weinig voordeel hebben met tekening en modellenrecht. Dan vraag je beter een octrooi aan, maar een octrooi is gigantisch duur en ook heel vaak moeilijk om te bekomen. Er zijn dan ook een aantal specifieke voorwaarden om een octrooi te krijgen, zoals bijvoorbeeld het moet inventief zijn. Het moet nieuw zijn. Nieuw is gemakkelijk, maar inventief is naar gelang de stand van de techniek. En als er iemand anders met dezelfde elementen tot dezelfde conclusie komt, kun je al geen octrooi meer krijgen. En daarnaast, ik zeg het, octrooien gaan van 10.000 tot 100.000 euro, misschien zelfs nog meer. Ja. Dat is heel veel geld. Als je een supergoed idee hebt, een functionele oplossing voor een technisch probleem, gaat ervoor. Je kunt er heel veel geld mee verdienen dan met je octrooi. Maar voor onze deelnemers vandaag misschien minder. Als het het niet waard is, dan zou ik gewoon het octrooirecht laten voor wat dat is. En eventueel proberen om je auteursrecht erop af te dwingen ook. Of om gewoon een samenwerking aan te gaan met een investeerder te vinden. En dan ervoor zorgen dat die mens dat geld erin wil steken. Dat kan ook. Goed, dus zoals dat ik zei, belangrijk om te gaan uitmaken wie dat nu effectief de eigendom heeft op uw auteursrecht of op de intellectuele eigendomsrecht. Bij het auteursrecht altijd, zoals ik zei, de auteur, hè, tenzij dat het overgedragen is. Bij het merkenrecht, first come, first served, dus degene die eerst deponeert, heeft dan het merkenrecht. Dus die eigendom
is enorm belangrijk, ook bijvoorbeeld voor in uw eigen contract, in uw eigen algemene voorwaarden. Een vraag dat ik ook regelmatig krijg is van wat als uw klant, je ontwikkelt een bepaald logo voor iemand en die klant deponeert dat als, mm-hmm. Onder het merkenrecht zonder dat je het wist. Hè. Kun je daar iets aan doen? Ja, je kunt in principe een vordering van depot te quater trouw gaan instellen als er geen overdracht was. Of stel dat hij gewoon niet betaald heeft en hij heeft een pitch gedaan, je hebt een logo voorgesteld, heeft gezegd van ja, ik vind het niet zo goed, maar hij deponeert het toch als merk. Kunnen daar altijd tegen optreden. En dat is relatief eenvoudig om dat te bewijzen via e-mails en dergelijke. Mm-hmm. En onbetaalde facturen eventueel. Maar zoals ik zei, en daar gaan we naadloos over tot het volgende stuk eigenlijk. De freelance overeenkomst, een IP-clausule in uw algemene voorwaarden, zijn van heel groot belang. En er zijn een aantal zaken waar je als freelancer zeker rekening moet mee houden. En je werkt eigenlijk best met een soort van standaardcontract. Wat dat je niet wilt, is dat u een opdrachtgever zegt van kijk, ja, je komt voor mij werken en dit, het is volgens deze regels. Mm-hmm. Je speelt beter op een andere manier en je gaat wat beter met dat soms wel gebeurt natuurlijk, ja. Als uw opdrachtgever aankoopvoorwaarden heeft. Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar het is ook mogelijk om te zeggen van kijk, ik kom voor u werken, maar, mm-hmm. maar het is volgens mijn spelregels. Ja. En dan kunnen ze natuurlijk nog aanpassingen maken, maar dan heb je op zijn minst een basisset van regels waar dat je zelf achter staat, die gerespecteerd moet worden. Als er dan bepaalde afwijkende clausules zijn, kan dat altijd. Algemene voorwaarden zijn niet taken door leave it. Het is een contract, dus je hebt altijd wat beweegruimte natuurlijk. En is het genoeg dat je zo'n dingen dan opneemt in je algemene voorwaarden die ze eigenlijk goedkeuren wanneer ze bij je bestellen? Of moet je daar echt dan nog een contract gaan afsluiten met je opdrachtgever? Goh, in principe zijn algemene voorwaarden een soort van contract. Hè. Okay. Alleen, aangezien dat je dat toch alle twee moet ondertekenen, je moet goedkeuren, er is een aanbod. Het aanbod staat in de algemene voorwaarden, er moet een acceptatie zijn van een aanbod. En dan spreekt het over een overeenkomst. Dus algemene voorwaarden worden altijd gezien als iets apart, maar eigenlijk is dat ook een contract. Oké, okay, dus eigenlijk volstaat dat eigenlijk? Eigenlijk volstaat dat, ja. Okay. Er zijn bepaalde zaken dat je zeker rekening moet mee houden. Ik kan mij inbeelden dat iemand geen boodschap heeft aan welk recht dat er van toepassing is en welke rechtbank dat er bevoegd is. Dat kan interessant zijn natuurlijk, maar dat zijn zaken waar je, die op de achtergrond verdwijnen als je spreekt over confidentialiteit, intellectueel eigendom, betaling enzovoort. Dus er zijn heel veel zaken waar je echt wel moet opletten als je algemene voorwaarden aan het opstellen bent of als je algemene voorwaarden laat opstellen. Want wat je heel vaak hebt bij juridische professionals, is dat ze te veel denken met een paardenbril op. Wij hebben dat soms ook en wij weten dat van onszelf. Dus je moet je altijd proberen in te leven in het werkveld van de persoon waarvoor dat je werkt. Mm-hmm. Gaandeweg hebben wij dan ook kennis gemaakt met het probleem dat een freelancer vaak heeft. Als je een pitch gaat doen en je wordt niet aanvaard en ze gaan toch met je idee verder, wat dan? Hè? Dat valt dan onder intellectuele eigendom en een stukje onder confidentialiteit. Ja. Maar wat is meerwerk bijvoorbeeld? Dat zie je dan bij veel developmentkantoren, bij veel creatieve kantoren of bij freelancers ook. Je geeft een bepaalde opdracht en gaandeweg gaat u een opdrachtgever zeggen, ah, maar ik wil ook nog dat erbij en ik wil ook nog dat erbij en ik wil ook nog dat erbij. Typisch, denk ik. Ja, voilà, dat is. Maar dat gebeurt, maar als dat niet gedefinieerd is, dat dat niet binnen de scope van de opdracht zit, gaat een opdrachtgever altijd zeggen, ah, maar ja, voor mij was dat wel binnen de scope van een opdracht. Ja. Dan gaat de freelancer uiteraard zeggen, ja, maar ja, voor mij niet. En dat is dan meerwerk die duidelijk gedefinieerd moet worden. En meerwerk gaat ook een invloed hebben, één, op de kost. Want als je meer moet werken, wil je uiteraard meer betaald zijn. Dat is bij iedereen zo. Maar als je meer moet werken, gaat de opleveringsdatum uiteraard ook gaan opschuiven. Want als je plots, je hebt een bepaalde opdracht gekregen en je moet plots dubbel zoveel doen, is het logisch dat je niet binnen dezelfde timeframe gaat kunnen opleveren. En als je dan niet allemaal heel duidelijk kadert in je algemene voorwaarden, of in je contract dat je sluit met je opdrachtgever, dan zou je in een conflict kunnen terechtkomen waar dat je heel moeilijk uitraakt of gaat moeten inboeten op hetgeen dat je eraan ging verdienen, omwille van een minnelijke regeling. Want een minnelijke regeling is pas goed als er geen een van de twee partijen tevreden is met een uitkomst. Ja. Maar dus, belangrijk, ik heb ze daar op de slides even weergegeven. De belangrijkste clausules zijn, spreek je over een licentie, spreek je over een overdracht. Mm-hmm.
bij auteursrechtelijke werking is dat van belang. Zoals ik daarnet zei, van, ik wilde het absolute vermogensrecht erop behouden, wilde het nog zelf blijven gebruiken of geef het gewoon een gebruiksrecht aan uw opdrachtgever. Het kan zijn dat de opdrachtgever vraagt van ja, maar ik wil wel alles ermee kunnen doen, ik wil een volledige overdracht. Oké, dan vraagt het er ook gewoon meer geld voor. Ja. Dat is ergens logisch, want als je er zelf niks meer mee kunt doen, dan is dat een koopverkoop, zoals ik net zei. En voor een verkoop kun je natuurlijk meer geld vragen dan voor verhuur, wat dan een licentie is. Een nauwkeurige omschrijving van een opdracht. In het kader van dat meerwerk, ja, voilà. Begroting van timing van dat meerwerk. Dat je heel duidelijk definieert van hier stopt de opdracht en al hetgeen dat ik daarboven moet doen, wordt gekwalificeerd als meerwerk, wat dan een invloed heeft op de tijd en op de prijs. En daar dan nog een aantal heel duidelijke clausules aangebreid. Dat er geen discussie mogelijk is over dat punt, want dat is eigenlijk het grootste struikelblok in een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is de definitie van oké, maar wanneer zijn we nu klaar? Ja. Vooral in de development sector is dat heel problematisch. Als je software ontwikkelt of zelfs een website, een eenvoudige website, je krijgt een bepaalde opdracht, je doet hem, maar er gaan altijd nog kleine details zijn. Dat ze zeggen van ja, maar dat zou ik liever toch daar zien en dat is anders dan dat ik het mee had voorgesteld. Je zit niet in een bepaalde resultaatsverbintenis. En dat is ook heel belangrijk om te gaan kaderen bij wanprestaties bijvoorbeeld. Je moet in principe al het nodige doen om tot een bepaalde conclusie te komen. En je kunt zelfs nog een stukje lager gaan en zeggen van ja, ik moet gewoon mijn best doen. Hè? En dat is dan een inspanningsverbintenis. Maar een resultaatsverbintenis garandeert een bepaald resultaat. Ja. En dat kun je niet altijd doen. We hebben zo ooit een heel absurde vraag gekregen van iemand die bij een kapster was gegaan. En die na de knipbeurt was weggelopen zonder te betalen. Die kapster had een aangetekende zending binnengekregen voor een bepaalde schadevergoeding, omdat die dame haar werk niet kon doen met een slecht kapsel. Zij was vertegenwoordigster en zij vond dat dat niet kon. Dan hebben wij gewoon gezegd van kijk, een knipbeurt bij de kapper gaan, dat is geen resultaatsverbintenis. Als ik naar de kapper ga, heb ik ook een compleet ander beeld van hoe dat ik er ga uitzien als ik buiten ga. Ja, meestal dan is het korter buiten kom. Dan... Ja. Voilà, zo'n stukje af wordt zo'n stuk enzovoort. Dus hetzelfde voor oplevering van bepaalde projecten. Mensen creëren bepaalde verwachting, maar je kunt die niet altijd inlossen. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat je dat je jezelf zeker niet ofwel impliciet of expliciet gewoon een resultaatsverbintenis oplegt. Want dan steekt u zelf in de probleem. Ja. Ontwikkeling van een website bijvoorbeeld, of zelfs de ontwikkeling van een logo. Mensen hebben een bepaald beeld in hun hoofd van wat dat het gaat zijn. Mm-hmm. En als het dan niet zo is, dan kunnen ze eigenlijk zeggen, maar je hebt je werk niet goed gedaan, dus ik ga je niet betalen. Ja. Vandaar die aansprakelijkheid. Van betaling gesproken, dat is ook een belangrijk onderdeel, neem ik aan. Wel, ik ben graag betaald voor mijn werk. Ik neem aan, jij ook. Ja. Dus vandaar dat die betalingsclausules wel van groot belang zijn. Zeker in een opdrachtgever, opdrachtnemer verhaal. Niet alleen omwille van die scope van die opdracht en zo, maar gewoon... Is uw prijs inclusief of exclusief BTW? Ik kan niet geloven hoeveel discussies dat er daarover zijn. En dat is zelfs heel basic. Werkte met een periodieke betaling, een maandelijkse factuur, of zeg je, kijk, ik stuur mijn factuur als een opdracht afgehandeld is. Werkt misschien best als je zo, als je zegt, op het einde bij de oplevering van het project, ga ik het dan maar doen, werkt dan best met een voorschotfactuur. Want als je dan toch op het einde van de rit discussie hebt, heb je op zijn minst al een deeltje gekregen. Ja. Dan de betalingstermijn. Als je factuur stuurt, hoe lang hebben ze om te betalen? Is dat 15 dagen? Is dat 30 dagen? Gaat een langere termijn toekennen? En vooral, wat als ze binnen die termijn niet betalen? Gaat het dan wettelijke interesse rekenen? Aan 8,5% is dat voor dit jaar, denk ik. Gaat een bepaald forfait gaan vragen, nog een keer 10% van de factuur erbovenop. Mm-hmm. Ga de eventueel kosten voor invordering en voor het consulteren van de raadsman in rekening gaan brengen. Dat zijn allemaal zaken dat je heel duidelijk moet kaderen binnen die algemene voorwaarden. Dus die betalingsclausules zijn van gigantisch belang eigenlijk. Ja. Al is het gewoon maar om zekerheid te hebben over op het einde van de rit, als je je werk gedaan hebt, dat je geld gaat krijgen. Je gaat zeker niet de eerste zijn die een conflict gaat hebben met uw opdrachtgever en op die manier eventueel
wat van uw vergoeding gaat mislopen. Ja, absoluut. Ja, waar we ook heel veel vragen over gekregen hebben, is kan ik fiscaal voordeel halen uit mijn intellectuele eigendomsrechten? Absoluut. Ik ga er nu wel heel duidelijk bij zeggen, ik ben zelf geen fiscalist. Zoals ik in het begin zei, de juristen is vooral intellectueel eigendom, ICT-recht en ondernemingsrecht. In het kader van intellectueel eigendomsrecht hebben we natuurlijk wel veel vragen over dat fiscaal regime. En we weten daar wel iets van, maar we gaan onszelf zeker geen fiscalisten doen. We hebben allemaal rechten gestudeerd, dus we zijn sowieso al niet goed met cijfers. Nee. Dus in dat opzicht kan ik hier nu een algemeen beeld geven van wat dat er belangrijk is. Als er vragen zijn, heel specifiek over dat fiscale regime, zou ik voorstellen om dat gewoon door te geven na de presentatie. En in het mate van het mogelijke gaan we daar een duidelijk antwoord op geven. Okay. Maar het principe is relatief eenvoudig. Hè. Dus je hebt een overdracht van je auteursrecht. Ik zit een slide ver, denk ik zelfs. Je hebt twee manieren om een bepaald gunstregime te gaan krijgen. De eerste is in dit kader belangrijk. De tweede is meer als je een softwarebedrijf zit. En dus de overdracht van auteursrecht in de plaats van loon. Als werknemer, maar niet alleen als werknemer, ook als freelancer bijvoorbeeld. En dan de aftrek van innovatieinkomsten. Vroeger was dat octrooi op software. Maar een octrooi op software vind ik sowieso al wat raar. Alleen, dat is voor 10 jaar en na 3 jaar is je software achterhaald. Maar dat betekent dat je 85% van je innovatieinkomsten kunt aftrekken. Dat is een fiscaal heel voordelig regime, maar hier niet echt relevant. Maar de overdracht van auteursrecht als loon wordt belast aan een tarief van slechts 15%. Na natuurlijk aftrek van een onkostenforfait. Maar uw gewoon loon wordt progressief belast. Tussen 25 en 50%. Dus gaat het een gigantisch voordeel hebben met een bepaald deel van uw vergoeding onder dat fiscaal gunstregime te plaatsen. Ja. Onder de vergoeding voor auteursrecht. Want het is echt inderdaad 15% na aftrek van onkostenforfait. Dus uiteindelijk gaan we maar op een goede 7%. In bepaalde gevallen ga je zelfs maar 7,5% betalen. Ja. Dus dat is gigantisch voordelig. Dus in een hele brede waaier van sectoren ook mogelijk om daar gebruik van te maken. Je hebt fotografen, journalisten, auteurs, creatieve medewerkers of freelancers in reclame, webdesign enzovoort. Zelfs wij als juristen zouden daar eigenlijk gebruik van kunnen maken. Ah, okay. Natuurlijk is dat heel moeilijk om te kwantificeren en dergelijke, maar het is wel mogelijk. En hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat praktisch aan? Wel, er zijn twee verschillende manieren om dat te gaan bekomen. Ofwel kun je zelf, je hebt sowieso een overeenkomst nodig. Tussen overdrager en de begunstigde. Dat kan van uzelf naar uw vennootschap bijvoorbeeld, of dat kan van uzelf naar een bepaalde andere begunstigde, een beheersvennootschap enzovoort. Dus je kunt daar zelf een bepaalde verdeling gaan doen. Of je kunt, om zeker te zijn, een ruling bekomen van de rulingcommissie. Die gaan zeggen, zo moet de verdeling, zoveel kunnen maximaal gebruik gaan maken van dat fiscaal gunstregime. Dus in principe zitten met een aantal voorwaarden. Hè. Sowieso, je kunt het eigenlijk gaan afleiden, het facturen en dergelijke ook, maar zet het best van al gewoon in een overdrachtsovereenkomst, waarbij dat je heel duidelijk gaat aangeven van kijk, dit is mijn vergoeding voor auteursrecht en dit is mijn gewone vergoeding. En een globale prijs gaan opzetten, gaat de fiscus zeggen van ik zie hier geen enkel onderscheid, gaat hij dat van tafel vegen. Dus dat moet concreet bepaald worden. Dat kan een percentage zijn, dat kan een vast bedrag zijn. Maar dat moet heel duidelijk bepaald worden van kijk, dit is hetgeen dat ik overdraag als auteursrecht. En dat is de prijs dat ik ervoor krijg. Ja? Natuurlijk, een stap terug, moet het natuurlijk over auteursrechtelijk beschermd werk gaan. Ja? Dus je kunt niet zomaar alles onder dat fiscaal gunstregime gaan steken. Ja. En dan zijn er nog een aantal belangrijke zaken natuurlijk. Hoe ga je uw verdelingen gaan doen? Mm-hmm. Bij journalisten bijvoorbeeld is er daar wel al een heel sterke vaste ruling over. Dat je daar eigenlijk met een 50-50 regel mocht werken. Dus je kunt eigenlijk 50% van je vergoeding onder dat fiscaal gunstregime plaatsen en 50% als gewone verloning. Wat dat heel gunstig is. Heel veel andere sectoren gaan veel minder dan die 50% mogen inbrengen. Mm. Maar bij journalisten is het natuurlijk heel duidelijk dat het over zuiver auteursrechtelijk beschermd werk gaat. Dus in dat opzicht zorg ervoor dat je niet overdrijft.
Ja, geen 95%. Voilà, geen 95% onder uw fiscaal gunstregime gaan steken. Dan gaat de fiscus uiteraard zeggen van oké, maar dat kan niet. Gaat hij via de simulatie leren, noemt dat dan. Gaat hij dat ofwel gaan matigen ofwel gewoon volledig van tafel vegen. En dan gaat hij achteraf gewoon nog meer betalen dan je verwacht had. Ik begrijp nu ook, als je een vennootschap hebt als freelancer, dat het dan op zich niet zo moeilijk is. Maar wat als een freelancer een eenmanszaak is, kan die dat dan ook gewoon naar zijn opdrachtgever toe? In principe, ik heb mijzelf, ik heb er nog een keer op nagelezen, het is alleen maar een natuurlijk persoon die de rechten kan overdragen. Dus je kunt als natuurlijk persoon alleen maar naar je eigen vennootschap of naar een andere vennootschap overdragen, of naar een ander natuurlijk persoon. Natuurlijk, meestal gaat u een opdrachtgever een vennootschap zijn. Ik ben even uw vraag wat kwijt, maar ik nee, stel dat ik een eenmanszaak ben en ik wil, ik maak een logo voor iemand en ik zou dat gedeeltelijk in auteursrechten factureren. Bezorg ik dan mijn opdrachtgever enige rompslomp? Of? Goh, in principe wel. Dus je gaat sowieso uw contract hebben. Dat is nu nog niet problematisch, mensen zijn ondertussen maar gewoon om contracten te ondertekenen, denk ik. Maar je zit natuurlijk met die belastingsaangifte. Mm-hmm. En er wordt altijd gezegd, de roerende voorheffing wordt aan de bron ingehouden. Mm-hmm. Ja, dat is weer zo'n typische juridische term dat er niemand snapt. Maar dat betekent eigenlijk dat de begunstigde degene die het auteursrecht dan gaat gebruiken, dat die dan in principe de roerende voorheffing gaat betalen. En dat is vervelend. Hè. Dat is voor ons ook vervelend als wij ons belastingaangifte moeten aanvullen. Natuurlijk via tax en web en zo is dat gemakkelijker gemaakt. Maar nu gaat dat waarschijnlijk nog altijd gewoon inderdaad een administratieve rompslomp zijn om dat in orde te brengen. En om van dat fiscaal gunstregime gebruik te maken. Maar ik heb ondertussen al vernomen dat er bepaalde initiatieven zijn om dat ook weer wat gemakkelijker te maken. Dat gaat wel verbeteren op termijn. Ja. Maar op dit moment vrees ik dat dat inderdaad nog altijd zo aan een... Ja. Dus moet je een beetje rekenen op goodwill van de opdrachtgever om dat voor jou te willen doen, eigenlijk op dit moment? Ja, absoluut. Ja. Maar ja, het heeft voordelen langs alle kanten, denk ik dan. Dus in dat opzicht, ja. Uiteindelijk... Je hebt alleen administratie, het hoort erbij. Uw facturatie en dergelijke moet ook allemaal goed in de gaten houden. Sowieso zitten met uw vennootschapsbelasting en dergelijke. Oké, dat komt er dan bij, dat is een kleine post. Maar goed, dan is het maar zo. Maar dat is hoe ik er zelf over denk. Ik maak geen gebruik van het systeem, dus ik heb eigenlijk geen recht van spreken. Goed, maar zoals ik zei, als er daar nog vragen over zijn, wij hebben een partnership met een fiscaal kantoor die daar heel eenvoudig een duidelijk antwoord op kan geven. Dus als er nog vragen zijn, mogen ze gerust gesteld worden.